Welkom op de MPINL Conference, de inspiratiedag voor organisatoren en leveranciers op het gebied van evenementen en conferenties. En het thema van vandaag is horen, zien, voelen, ruiken en proeven, met als rode draad door de dag het zesde zintuig. Ik ben benieuwd. Is alles wat het lijkt? Nee. Denk het niet. Nee, niets is wat het lijkt. Nee, nooit. Maar ja, dat maakt het zo spannend. Want anders zou het saai worden als alles is wat het lijkt. Als je denkt dat hier te komen voor een heel simpel recht toe recht aan evenement, dat gaat vandaag niet gebeuren. Ik kwam met mijn vrouw tegen die zegt, nou hier word ik door geprikkeld elke ochtend, want zonder deze koffie kan ik niet leven. Dus dat hangen we op in een zakje. Welke zintuigen heb jij gebruikt om jouw product of dienst aan te bieden? Welke zintuigen ik daarvoor heb gebruikt? Ik denk horen, omdat ik natuurlijk verhalen heb verteld, dus ik wil graag dat de mensen het horen. Ik denk sowieso altijd gevoel. Dat is iets wat je eigenlijk altijd gebruikt voor welk product dan ook in de markt te zetten. Ik verkoop ijsjes. Dus bij ijs is het echt alle zintuigen. Het is de kleur van het ijs, het is de geur, want je ruikt goed ijs echt. En het is natuurlijk de smaakbeleving die helemaal heel intens is, zeker als je er wat langer bij stilstaat. Nou, het zesde zintuig is de illusie die je wekt om een mooi decor te maken, wat er niet is. Dus ik doe wel veel met het zesde zintuig. Ik maak dingen die er niet zijn. Waardoor bent u geprikkeld vandaag? Geprikkeld. Ik vond vooral Ramana heel erg leuk om te zien. Dat vond ik wel heel spannend. Ik ben net ook bij beeld en geluid geweest, of licht en geluid geweest. Nou, dat is gewoon heel bijzonder wat daarmee allemaal kan gebeuren. En hoe erg gezichtsbedrog daarmee ook een grote rol kan spelen. Met name de magier, dan ga je toch nadenken over hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Dat je toch wel 80% van je emoties toch wel met geur te maken heeft. Vooral Elisabeth Ebbink met de spraak. Dat was heel leuk, gewoon heel interactief. De quote... Het antwoord is ja, wat is je vraag? Ik vond het wat vanmorgen gedaan was, vond ik erg leuk met de framboos en het knettersuiker. Voornamelijk de geur, wat je er eigenlijk meer kan mee bereiken. En dat is wel zeker iets wat ik denk ik over na ga denken om toe te gaan passen. MPINL Conference 2014 was een ware ervaringsreis langs alle zesde zintuigen. Dus ik ben zeker getikkeld. Ik zou zeggen, tot volgend jaar.